Wat is er, Dirk? Is hij nou al in beeld? Nou, dit is Dirk Westerter. Kom maar van Baas. God. Laat Pieter hem niet hoor. Dirk van Pasen, geboren 16 mei 1992. Dirk is vandaag een beetje depri. Nee, hij klaart alweer op. Hij klaart enorm op. Hallo. Jee. Met een grijsje ook altijd, hè? Heb je dan nog wel een beetje beeld? Als ja. Ja, maar soms ziet het er. Is dit goed nog zo? Zit er geluid bij, Edna? Ja. Ja, jij wil drinken. Kom, dan gaan we hem even bij zijn moeder op schoot zitten. Nee, kijk, het is nog niet klaar hoor. Noem maar even. Oh, maar ik wil het zo graag. Oh ja, dat is straks. Oké. Okay. Lekker, hè? Nee, alvast naar je teen zie ik. Ja. Oh. Even in mijn ogen schreef. Ik heb zo'n honger en ik ben zo moe. Ga jij lekker snacks doen? Je ziet... Wat ben jij blij? Hey, wat ben jij blij? Is hij nou echt wel blij? Nou, hij maakt me wel raar. Maar het is geen... Zolang het... Ja, het gaat soms over in huilen, maar zolang het geen huilen is... Ja, je wilt maar willen. Je zou ook wel willen lopen, hè? Zo'n longen oefenen. Het lijkt me alleen nooit zo lekker voor zijn stem, man. Dit waar wil je naartoe? Hij heeft er geen last van. Waar wil je naartoe? Naar je tante? Hij wil auto rijden. Wil je auto rijden? Ja. Oh, wat schat een auto van me. Die broek wordt echt al weer te klein hoor. Ja. Hey, en hoe is het nou om moeder te zijn? Nou, hartstikke fijn. Heel erg leuk. Dus de drie noordelijke voorbedrijven gaan nou fuseren. En nu onder druk van de hondenmaatschappij wordt het proces ook nog versneld. En maar lopen. Dus ja, binnen een jaar hebben we drie directeuren. Dus twee te veel. Drie hoofden marketing, drie hoofden techniek, drie PNO-afdelingen en dan moeten solliciteren. Ja. Ik heb gewoon de energie niet. Nee, maar ik vind toch dat je dat ook best mag toegeven. Ja, dat mag ik wel, maar... Ja, dat zei het. Nou ja, oké. Ik wil het gewoon nog niet helemaal laten gaan. Dus ja, ik ben heel ambivalent. De ene dag denk ik, ik ben blij dat ik weer aan de slag kan. De andere dag... Ja, als het even niet gaat, dan denk je natuurlijk van, het is ook niks, die combinatie met... Ik ben er gewoon heel dubbel in. Kon ik maar of voor het een of voor het ander kiezen. Ja. Heb jij wel genoeg werken? Je hebt druk? Ja, ik heb nu toevallig heel druk. Ja. Ik heb twee... Is het in de zomer stil? Nee, want nou, we waren op vakantie en we kwamen eind juni terug, in augustus. En toen begon het al. Ik had twee boeken van Meulenhof. Ja, en dan komt alles zo onder druk te staan. Pieter kon het niet overnemen. Dus toen is Mili even gekomen om te helpen. Want dat was echt een crisis. Ja, dan jij bent ook niet de type omdat ze toen hij wegging. Hij kwam 1:15 thuis en 2:15 stond de taxi voor de deur. Dus nou, dat was van boven naar beneden rennen en koffer pakken. Toen ben ik maar even met Dirk naar de bakker gegaan. Om hem de ruimte te geven.